De reden van mijn bezoek is dat ik het cruciaal vind één keer in zoveel tijd een missiebezoek te doen. Omdat het zoveel meer zegt dan al die stapels papier en boeken die ik normaal doorworstel. Dus even horen wat er speelt, of er problemen zijn, wat er goed gaat, lessen die we kunnen trekken. Ga ze maar door. Nou, het belang van de missie is natuurlijk het brengen van stabiliteit in de regio en tegengaan van extremistische groepen. En de belangrijkste taak voor Nederland is natuurlijk het leveren van inlichtingen, zodat de hele VN-missie optimaal kan functioneren. Nou, dat heb ik vandaag ook gezien. Ze hebben heel goed gezien hoe de verschillende onderdelen van de krijgsmacht hier aan het werk zijn en elkaar aanvullen en die missie ondersteunen. Dat is zeer indrukwekkend. Dat is goed. Ja. Hou vol, mannen. Dankjewel. Dankjewel. Dank. Ja, kerstfeer op het kamp is geestig, want hier en daar staan er in de warmte kleine kerstboompjes, knipperen er kerstlampjes. Ja, ook hier wordt kerst gevierd, weliswaar heel anders dan thuis. Best bijzonder om te zien. Ik heb zelf ook meerdere kersten in missiegebieden gezeten. En dat zijn wel de kersten die je niet vergeet. Enerzijds mis je je gezin, maar anderzijds besef je ook wel dat je meewerkt om land weer op de benen te helpen, zodat de mensen hier ook weer hun feestdagen kunnen vieren. En dat maakt het weer heel dankbaar.